Hey, moet je mat of zo? Vertel eens een samenvatting, Luca. Nou ja, ben je hele fiets? Ja, om takken oer dus. Ja, we moeten dus takken hier overgooien. Oh, dat is een bramending. Dus het is allemaal struik. Allemaal prik, allemaal shit. Korte broek. Heel prettig. Ja, heel handig. Ik heb lange broeken gelukkig. En dan proberen we de stok hier overheen te halen. En daar ligt het hout of zo. En dan moeten we daar... Het ligt ons kamp. Ja. Daarachter. Kijk, die tipi tentjes daar. Dat is van ons. Je komt takken. Takko. Dit binnenlichte takken, dus dat is het. Oh, dit binnenlichte takken. Ja. Oh, oké. Okay. Ja, dit valt op daar, ja. Alleen nog waren het maar van die houten bonkjes, zeg maar. Gaan we er al heel in smieten. Hey, God. Hey. Er komt meer aan. Oh my god. Hey, wacht even nu. Yo. Ja, hier mag je niet. Ja, wij rennen wel de hele tijd. Nou, rennen. Ja, rennen, Kevin. Ik draai. Ga maar door, man. Hey. Wacht. Nee. Ik heb geen idee waar ik heen gooi. Oh, deze is te heel. Groot. Oh, iemand die is. Oh! Wat de f. Huh? Oh my god. En dan kom ik er nog gewoon. Wat een treikampioen, hè? Doe dit maar even als laatste. Ja, ik ga niks hoor. Lading hout. Als dit maar goed gaat. Zo, ik ben onderweg terug op de fiets. Wow, er zijn gewoon mensen aan het zwemmen in de sloot of zo. En nu aan de andere kant even kijken, even filmen. Zodat jullie kunnen zien hoe het er naartoe gaat. Oh, is het hier? Oh ja, het is hier. Oké, jongen, hier moet ik dus tussendoor. Kijk, hier moeten we dus door met de fiets. En dan daar doorlopen of zo. Nou, zien jullie wel als ik terug ben. Nou, nu gaat het wel goed aan deze kant. Wow, yo. Nice. Oh jeetje. Nou, dat gaat wel lekker. Hé, hey, Luca, nu sta ik aan de andere kant. Hoi. Kijk, daar staat hij. Ja. Oh, ja joh. We gaan er even pakken, ja? Wel goed systeem op zich, dat gaat wel lekker. Lukt dat? Ja, zoiets is vooral als papier. Klopt het verhaal een beetje? Yep. Zijn er nog toevoegingen die je hierin voelt?
schorsen, man. Hey Kevin. Hoi. Wat zijn jullie aan het doen eigenlijk? Ja, vuur maken. Soep maken. Dit is wel stijknat. Gaat het ook goed, denken jullie? Ja. Nu wel weer. Eens kieken. Zo vuur in, joh. Auw. Oh, joh. Ja, doe dat zin in. Ja, zin in mijn kind. En een stukje geïnteerd. Ja, niet goed. Ja, de kinderen. Ja? Ja, de kinderen. Maar ik zou eerst net springen. Hij kraakt al, hè? Ja, hij kraakt al. Oké, in te springen. Nee. Ja, precies. Eigenlijk toch. Beter. Hoezo? Harder. Noem het uur goed, tak. Wacht. Hij maakt nog een keer. Wacht. Oh. Dat ding is ultra min. Kom op, Luca. Dat ding is ultra min. Goed. Roy, let's go to them. Voor jou? Ja. Ik kan net. Ik kan net goed. Ja, bro. Werkt dat? Nee. Nuttig. En veilig. En ja, veilig en vertrouwd willen maken. Willen we graag met jullie een aantal regels opstellen. En die regels gaan wij niet opstellen, nee, die gaan we als groep opstellen. Met respect met elkaar omgaan en elkaar laten. En niet van de groep gaat schrijven. Nee, dat wordt hem niet. Dan kan je het niet meer lezen bij mij. Erwin, zou jij het willen opschrijven? Jawel. Want ik vind dat al een hele mooie om mee te beginnen. Maar ik zou zeggen. Overleg op de groep ook even of jullie het er allemaal mee eens zijn, hè? Ga je het er mee eens? Gooi hem vooral even in de groep, Erwin. Is iedereen het ermee eens? Niet op wat je een net glas. Zei? Iedereen gaat zijn handtekening hieronder zetten. Oh ja. Yeah. Dus luister goed of je ermee eens bent. Elkaar laten uitspreken en elkaar respecteren. Vind ik een hele goeie. Vind ik een goeie. Soep is klaar. Jongen, ik zet hem neer bij die we hebben zo geschept. En nu hebben we dit. Wel heel veel groenten en vermicelli. En zo. Toch, Kev? Ja, nou ja, moet er mellen zijn. Maar het is wel heel lekker. Of niet? Zeker. Ja. Kijk, jullie hebben een lastpapiertje. Luister, dus we leggen het één keer uit. Even goed opletten. Van ons gaat niet aan. Dan hoeven we dit maar één keer te doen. En dit hoort er al bij. Ja, even wachten. Wacht. Komt, dit komt goed. Jullie hebben een gewoon papiertje en een geplastificeerd papiertje gekregen. Dat gewone papiertje, dat mogen jullie gebruiken om jullie antwoorden straks op te schrijven. En dat geplastificeerde papiertje, dat is heel belangrijk, want daar staat onder andere op hoe dat dingetje in Kevin's handen, maar ook al die andere GPS dingetjes, werkt. Dus bekijk dat zometeen, dat is jullie eerste opdracht. Bekijk dat zometeen even goed en kijk of jullie dat ding aan de praat kunnen krijgen. Maar als jullie goed de instructies opvolgen, dan moet het iedereen lukken. Ja, dus iedereen gaat nu even met zijn groepje dit dingetje lezen. Dit aan de praat krijgen en dan mag je, als je het voor elkaar hebt, mag je ja zeggen. Ja. Nee, nu doen. Ja, Matten, haast me voor ook hoor. Gaan we nog meemaken. Hoi, nu ben ik wel uit heel. Matten, zwaaien. Ik zei zo net. Ochtendwandeling naar de douche. Deur open? Zou er iemand zijn? Nee. Oh, ja. En ik zei, ja, ik hoop dat die douches warm zijn. Want het was zo koud vannacht. Oh joh, kijk, dit is het hokje. Even kijken hoe dit in elkaar zit. Oh, hier is een douche. Oh, lekker. Nice, oké, ik neem dit. Tot zo. Nou, ik heb net gedoucht. Ik heb niet gefilmd, maar gewoon... Het stroomde helemaal over, zo wat. Er bleef een hele laag op zitten. Maar dat terzijde, het was wel lekker warm. En voel ik me ook wel beter. En kijk nou. Zo chill in de ochtend. We hebben gisteren helemaal die lichtjes gemaakt en zo. En nu gaan we straks yoga doen. En ik ben heel benieuwd. Dat ga ik vastleggen natuurlijk.
Dus, oh, er wordt allemaal geschreeuwd en zo. Oké, nou. jullie zien dat wel. Ik ben zelf heel benieuwd naar deze dag. Ik hoop dat jullie lekker hebben geslapen. Ik weet niet wanneer jullie dit ziet natuurlijk. Maar, ik in ieder geval, beetje koud. Morgen, ja. dat jullie om voor 3 uur gezamenlijk €30 hebben. Mm. En je komt dus niet aan je eigen geld. Niets naar iets te doen. We beginnen met deze zakjes. Ja, dan gaan we naar...